peeps! Wesley hier met een nieuwe video! En in deze video ga ik mijn top 10 Harry Potter personages opnoemen. Dus laten we beginnen! En op nummer 10 staat Dobby, de huiself. Ik vind Dobby echt super schattig. En dat stukje in Harry Potter en de Chamber of Secrets waar Lucius dat boek aan hem gaf waar Harry een sok in had gestopt. En dat hij vrij was, ik vond het echt waar geweldig. En ik heb echt, dat zweer ik echt waar, ik heb geweend toen dat Dobby doodging. Nummer 9 staat Dolores Umbridge. Dolores Umbridge is de grootste trut in heel de Harry Potter serie, dat je er stiekem toch wel eigenlijk best van gaat houden. Ook al had je haar. En zonder haar was het stukje in Harry Potter en de Orde van de Phoenix, stukje eigenlijk heel de film, best een korte film geweest als ze er niet was. Op nummer 8 staat Luna Lovegood. Ik hou van Luna, maar om twee redenen. Reden nummer 1, volgens Pottermore ben ik een Ravenclaw student. Zij is een Ravenclaw student. Dus dan snap je dat ook wel een beetje. Ik ben een Ravenclaw, zij is een Ravenclaw. En ze heeft ook zo'n unieke persoonlijkheid dat ze wel een groot personage is in de Harry Potter serie. Op nummer 7 staat Narcissa Malfoy. Zij is volgens mij een van de gevaarlijkste en sterkste heksen in de Harry Potter wereld. Want zij heeft gelogen tegen Voldemort en heeft zo op die manier haar man en haar zoon en haarzelf uit Azkaban kunnen houden nadat Voldemort doodging. En liegen tegen Voldemort, dat is best een groot ding om te kunnen doen. Ik heb trouwens haar toverstok, Noble Collection. Ik zal hem snel even laten zien. Dit is dus de toverstok van Narcissa. Hij is heel lang en hij is zwart. En hier staat het officiële logo van Warner Bros. En dan eindigt het handvat in hele mooie pinnetjes. Ik vind hem eigenlijk best wel leuk op die manier. Ik vind het ook een hele leuke grip hebben. Ook al vinden de meeste mensen het niet, maar ik vind eigenlijk van wel. Op nummer 6 staat Vernon Dursley, a.k.a. Herman. Ik denk dat de naam Duffeling is in het Nederlands. Ik ben niet zeker. Ik kijk Harry Potter meestal in het Engels. Dus sorry als ik namen verkeerd uitspreek of zo. Ik vind Venom echt een keigrappig personage. Vooral dat stuk dat zijn zus, Marge. En dat hij zo helemaal dik werd opgeblozen om rond te vliegen. Dat gezicht. Echt waar. Ik heb me echt kapot gelachen. Love it. Op nummer 5 staat Fleur Delacour. Dus Fleur komt van de Franstalige toverschool Beauxbatons. En is tevens ook de Triwizard Champion van haar school. Maar ze deed echt kei slecht. Als je Harry Potter en de Goblet of Fire ooit hebt gezien, dan weet je waar ik het over heb. Maar later komt ze terug in de films en trouwt ze met Bill. En dan strijdt ze samen met de Orde van de Phoenix tegen Voldemort en haar dooddoeners om de school te beschermen, weet je wel. En dat is toch best Triwizard Champion waardig. Op nummer 4 staat Molly Weasley. Molly is de moeder die Harry nooit heeft gehad. Ze is super lief, maar net als Narcissa is ze super gevaarlijk als je aan haar familie komt. Het ene moment dat Bellatrix Ginny probeerde te vermoorden, en zij ging zo helemaal van not my daughter, you bitch. En toen boom, bam, Bellatrix in 1000 stukjes. En op nummer 3 staat Minerva McGonagall. Minerva is zo'n beetje die awkward leerkracht op je school waar je een hele goede band mee hebt, maar die toch zo'n beetje op een grappige manier overkomt. Ze is heel droog, ook heel grappig, zoals bijvoorbeeld in dat ene moment dat ze de school gingen beschermen omdat Voldemort een aanval had gepland. Zo die hele spreuk, allemaal scènes. En dan ze heel serieus op het einde, wanneer al die legersoldaten van het kasteel naar buiten lopen, ze heel serieus tegen Molly. I always want to cast that spell. Ze had helemaal zin in het gevecht om haar school te beschermen. Op nummer 2 staat Severus Snape. Severus is echt een heel complex personage in de serie. Want op het ene moment staat hij aan Voldemort's kant, en de
andere keer staat hij aan Dumbledore zijn kant. Als ik het goed heb begrepen, is hij een spion van Dumbledore om te spioneren bij Voldemort. En dan spioneert hij bij Voldemort voor Dumbledore. En het heeft ook een beetje te maken met zijn verleden met James en Lily, de ouders van Harry. Want hij was namelijk verliefd op Lily. Toen was er iets misgegaan en heeft ze toch voor James gekozen. Werd hij gepest en heel complex. Maar op het einde bleef hij toch een personage te zijn. Nummer 1 staat Bellatrix Lestrange. Ik heb trouwens Bellatrix haar toverstok op de display. Ik zal die ook even laten zien. Dit is de display. Haar dooddoenermasker. Allemaal swirls. Haar naam Bellatrix Lestrange. Dan twee haakjes waar je de toverstok op kunt opplakken. En dan heb je hier nog de toverstok van Bellatrix. Eigenlijk best wel kort, helemaal schuin. En aan deze kant van de toverstok zitten allemaal swirls, zoals op de display. Heel nice. Aan de andere kant heb je die niet. En dat is ook zo in de echte toverstok van de film. Ze hebben die heel goed nagebouwd. En zo ziet hij eruit als hij erin zit. Bellatrix Lestrange's display. Ik vind Bellatrix ook net als Snape eigenlijk best een heel complex persoon. Ze is gestoord. Ze is hongerig naar macht en kracht. Ze heeft een ontzettend grote crush op Voldemort. Maar ze heeft verrassend genoeg ook best wel een zachte kant voor haar familie. Zoals die keer dat ze samen met haar zus Narcissa naar Snape was gegaan. Zodat ze hem konden overtuigen om een unbreakable vow te doen. Zodat hij Drago kon helpen in zijn quest Dumbledore te vermoorden. Dat is eigenlijk best wel iets goeds dat je kunt doen. Ik hoop dat jullie de video leuk vonden. Vergeet mij niet te volgen op social media. Linkjes vind je in de beschrijving. En vergeet ook niet dat blauwe duimpje omhoog te doen. En ook niet om te subscriben. En dan zeg ik later en geniet van de outro. Doei!